Het is eindelijk zover. Sylvie de Bie lost het album Baby Bird op de mensheid. En dat is een bijzonder album voor de zangeres geworden. Het is heel autobiografisch, sowieso. Ik heb eigenlijk alles zelf geschreven. Er staan ook wel een beetje liefde voor muzieknummers bij op. En het is vooral een album dat gaat over een beetje een afrekening met het verleden en er sterker uitkomen. Op dit toch wel openhartige album rekent Sylvie de Bie af met de tegenslagen en de zwarte sneeuw uit haar verleden. Ja, en vooral mijn Sylvie Melody-periode, dat is voor mij toch als kind niet echt heel makkelijk geweest, omdat ik niet echt aanvaard werd in het wereldje, omdat ik een kind was. Dus, dat zijn zo die dingen allemaal waar ik heb over geschreven. Dus als de mensen er naar luisteren, dan gaan ze het begrijpen. Die Sylvie Melody-periode, weegt dat nu nog zwaar op jou? Nee, nu ben ik daar echt... ik ben daarover. Dat zijn dingen die je wel een beetje loslaat wanneer de jaren voorstrijken. Want dat is bij mij nu toch al bijna 30 jaar geleden. Maar dat zijn wel dingen die ik toch wel van mij wou afschrijven. Omdat er toch wel veel mensen... vooroordelen hebben meestal over mensen die ze niet kennen. En dat was voor mij toch ook wel zoiets van, ik wou dat er toch ook wel even uit. En om het even duidelijk te maken misschien. Sylvie de Bie is maar wat blij dat ze op het album Baby Bird kan laten horen wat zij allemaal kan. Ja, ik voel dat enorm, dat ik veel vooroordelen heb en daar veel wordt voor afgerekend. En dat is ook het ding. In mijn album heb ik toch wel een paar nummers geschreven dat er ook wel echt over gaan. Vooral Shut Me Out is een nummer dat echt wel heel hard uit mijn hart komt. En waar dat ik dat toch wel even allemaal zo duidelijk heb gezegd van... Ja, van je moet mij niet buitensluiten omdat je vooroordelen hebt. Want er zit wel meer achter. Dus dat zijn zo dingen. Dat heeft mij wel goed gedaan om dat te schrijven. Het heeft wel geduurd... dat ik daarmee naar buiten durf komen, want dat waren toch wel heel persoonlijke nummers. En natuurlijk, ja, de mensen gaan dat nu allemaal horen en gaan dan ook soms wel daar vragen over stellen, maar ik heb zoiets van, ja, kom maar af, maakt niet uit. Sylvie staat sterker dan ooit in haar schoenen. Haar zelfvertrouwen is groter dan ooit. Ja, dat heeft mij goed gedaan, omdat de laatste jaren ben ik zo wat... Moet ik het zeggen, ik ben 4 jaar gestopt met zilver om een beetje uit de bubbel te geraken van de showbiz. Omdat ik het gevoel had dat ik persoonlijk niet echt groeide op bepaalde vlakken. En dat is omdat je in een bepaalde bubbel leeft. Dus ik ben zo terug in het normale leven gestapt om persoonlijk heel hard te groeien op veel vlakken. En liefde voor muziek was daar ook één ding van. Ik ben daar... Ik heb daar mezelf ook wel leren kennen en dat was ook een uitdaging. Want ik ben altijd wel een vrij verlegen en schuchter persoon geweest. En ik moest daar een beetje uit mijn schulp komen en dat heeft mij enorm geholpen. De nummers die ik ook heb geschreven voor mijn album, ja, dat waren nummers die ik altijd zo al 4 jaar in mijn schuif had liggen. En ik heb die daar dan ook laten horen aan Jasper, Coco en Niels. En die zeiden ook van, Sylvie, je moet er iets mee doen. Dus dat heeft me echt wel... geholpen, die periode en liefde voor muziek. Dus daar ben ik echt wel heel dankbaar voor. Baby Bird, het nieuwe album van Sylvie de Bie, is nu te koop.